Het Jeroen Bospark is een woongebied aan de rand van het centrum van Den Bosch. Naar een plan van West 8 wordt daar het kazerneterrein, het voormalige kazerneterrein, tot voor kort in gebruik als een groot parkeerterrein, getransformeerd tot een woonpark. Het woonpark is eigenlijk opgevat als een soort groen buurtschap. En alle woningen erin zijn eigenlijk maximaal georiënteerd op het park. Dat betekent dat ook de entrees van alle gebouwen zijn gelegen in het park. Er is een bestaand kazernegebouw in het park. Dat wordt getransformeerd tot een restaurant en hotels. Daarnaast zijn er een aantal nieuwe woongebouwen. Die worden ontworpen door Geus & Schultz architecten, door DAT architecten en door ons bureau Office Linhof. Ons ontwerp omvat drie appartementengebouwen van elk 25 woningen. De vorm van het gebouw is zodanig gekozen dat alle appartementen direct of overhoeks uitzicht hebben op het park. De appartementen hebben grote balkons en alle woonkamers hebben grote ramen en met uitzicht op de groene buitenwereld, niet gehinderd door de balkons. De toegepaste materialen zijn een rode en een gele gesinterde baksteen in combinatie met bronskleurige kozijnen en hekwerken. Belangrijke reden voor ons is om te kiezen voor aluminium hier, is dan ook deze kleur, de toepassing van brons geanodiseerde kozijnen. Een andere belangrijke reden, dat is onze ambitie om echt grote raamopeningen te realiseren met vrij smalle profielen. En daarvoor is aluminium bij uitstek geschikt. Een andere reden die meespeelt is de wens om op de hoger gelegen verdiepingen de ramen van binnenuit te bewassen. Wij wilden in de grote ramen dan ook grote te openende delen hebben en geen kleine delen. En ook dat is allemaal goed te realiseren in aluminium.